Dat op vakantie gaan niet altijd ver moet zijn. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag en vandaag heb ik een trui aan met feminist op. Dus is eigenlijk super toepasselijk. Want gisteren was het International Women's Day. En die is trouwens super cozy. Dus ook tijd voor een nieuw briefje. Gisteren was het dit briefje. Dit vond ik niet zo super mooi. Vandaag is het een simpele illustratie, maar wel heel leuk. Gisteravond ben ik trouwens veel te lang opgebleven, maar ik had het zelf niet door om dit boek uit te lezen. Ik kon gewoon niet anders dan hem uit te lezen. Ik heb hem proberen weg te leggen op een bepaald moment, maar het lukte echt niet. Ik geef je de zon, Jane D. Nelson, binnenkort, als mijn nieuwe platform gelanceerd wordt, een review hierover. Als hij al online staat, haak je hem hieronder linken. Maar ik weet het niet, want ik weet niet wanneer dat deze vlog online zal komen, want alle vlogs zitten redelijk wat achter op dit moment. Dat is goed, want als er ooit nog eens ramp gebeurt met mijn vlogcamera bijvoorbeeld, dan heb ik wel vlogs om jullie te entertainen. Ik heb mijn computer opgestart, dus is het tijd om aan het werk te gaan. Ik heb hier even een review te schrijven van dit boek. Ik geef je de zon, het boek die ik gisteren heb uitgelezen. Nu zit het verhaallijn en de namen van de personages zo nog super goed in mijn hoofd. En tegen volgende week is dat voor een heel groot deel al weg. Mijn broekenreview van Ik geef je de zon is geschreven. Ik ga hem vanavond denk ik nog eens herlezen. En dan gaan we hem inplannen op mijn blog. Die hopelijk zo snel mogelijk online komt. Net nog een review geschreven. Nu deze keer van dit product. Mijn favoriete eau de toilet. Eigenlijk ook mijn enigste eau de toilet, als ik eerlijk mag zijn. De andere geurtjes die ik heb zijn allemaal body mists. Het is nu 11 uur denk ik en ik ga vlug een gezond tussendoortje gaan zoeken. Ik denk niet dat jullie het kunnen zien, maar ik was dus naar buiten aan het kijken en het zit een duif in de boom. Nu kunnen jullie hem wel zien. Hey duif. En ondertussen ben ik bezig aan een artikel voor zij of haar over een tripje in België of Nederland. Dat op vakantie gaan niet altijd ver moet zijn. Net even opgepast en nu ga ik slapen, want ik ben redelijk moe. Ik was namelijk daar al in de zetel in slaap aan het vallen. Maar elke keer als ik zo bijna aan slaap was, hoorde ik een geluid waardoor ik me super hard wakker schrok. Maar nu zijn we er. En ik ga slapen. Doedels! En dit komt uit Jumbo. De mild gekruide reepjes. Het zijn een soort kipachtige reepjes. Deze kaasschnitzel. Allemaal van het vegetarisch huismerk. Braadworstjes. Kaasschnitzel. En pulled veggie. Ik ben heel benieuwd hoe dit zal smaken. Hoe dit je dat ook eigenlijk kan gebruiken. Ik ben heel benieuwd. Pita of op Amerikaanse bol, op Italiaanse bol, blijkbaar.
En het klinkt misschien wel stom, maar ik kan echt genieten van zo'n toffe vegetarische alternatieven. En ja, in Denemarken zijn ze daar echt goed mee, in die Scandinavische landen. Maar blijkbaar ook in Nederland, bij de Jumbo en bij de Albert Heijn. En je vraagt je misschien af, heb je niks anders gekocht? Maar in Sluis heb ik nog dingen gekocht, behalve eten. Namelijk Ethos hoestsiroop. We hebben echt geen siroop meer thuis. Dit mag je gebruiken vanaf 5 jaar, dus ik denk dat dat wel redelijk oké is. Ook Ethos vitamines van B12. Die vind ik echt bijna nergens hier trouwens in België. En ijzer. En ijzer heb ik redelijk regelmatig tekort. Ik voel nu alsof ik zo superveel drugs heb in een potje. Ik kocht 2 dingetjes van Knijp. Deze eeltcrème met calunda en sinaasappelolie. Vermindert eelt effectief en langdurig. Zorgt vanaf het eerste gebruik. En deze lippenbassen. Deze is Knijp Lip Care Amandel. En is in een volledig natuurlijke verpakking. Dit voogdoosje is gemaakt van 75% pulp op basis van gras. En vereist 3000 liter minder water per ton karton. En ook de lippenbalsem zelf is gemaakt van een soort kurk. En dat is misschien wel nog. Boven is misschien wel nog. Klassiek. Oh, goed, ik ga dat even lezen. Oh, hij ruikt ook echt heerlijk. Voilà. En last but not least heb ik een agenda gekocht. Ik had nog geen agenda voor dit jaar. Het is mijn grootste agenda na school tot nu toe. Maar ik vind hem wel echt heel mooi. Ik betaal er 3 euro voor. Hij komt uit de Gema. En heeft echt zo heel veel plaats van dag per dag. Ik voel me dan echt zo super belangrijk. Het zal me misschien helpen met plannen en praktisch regelen van dingen.